Yo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is John en ik zit hier in de gameplay. En ik speel vandaag met de wapen, de CUDA. Met de attachments Rapid Fire en Extended Max. Dan heb ik als perks, heb ik Afterburner. Awareness. Trekker en Scavenger, dat zijn mijn 5 favoriete perks. Ik gebruik het allerliefste. En ik speel met de specialist. Even denken. Kinetic Armor. En dan als score streaks. UAV, counter UAV. En Lightning Strike. Dat zijn mijn score streaks voor vandaag. Dit is trouwens een compleet nieuwe serie. Ik speel Free For All Hardcore. De bedoeling is dat ik probeer om elk potje te winnen die ik ook maar speel. En als ik eentje niet win, dan is deze gehele serie afgelopen. Mochten jullie nou mij toe willen voegen op PlayStation 4, dan staat de naam in de beschrijving. Ik zit heel veel te campen, sorry daarvoor. Maar dat moet ook wel eens even. Ah! Hij wist precies waar ik stond en ik sta op dit moment achter. Dat vind ik nou niet zo leuk. Nee, wat? Oh, ik wil wel zeggen. Ik speel dit keer een beetje rustig aan omdat het hardcore is. Ben ik natuurlijk niet gewend. Spanning is je richtpunt. Tuurlijk joh. Dus dan moet ik een beetje inkomen door rustig te spelen. Anders gaat het natuurlijk niet goed. Als ik tegelijk als een tierenlier iedereen ga killen. Proberen te killen. Ik ga nou wel redelijk goed eigenlijk. Ook al zeg ik het zelf. Spansysteem. Jongens, ik geef jullie een tip. Probeer het spansysteem uit het hoofd te leren kennen. Ik ken het al een beetje uit mijn hoofd. En daardoor ga je vele malen beter. Oh. Nice lightning. Wow, yo, ik schrok me dood. Ik hoor ineens iemand schoot op mij. Jezus. Daar schrok ik echt heel hard. Iemand hoeft nu maar 2 kills. Please doe het voor mij. Nee! Nee, 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 nee. Oh, ik kan nog zo close worden. Yes! Ik heb dit potje gewonnen. Yes, 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 yes. Ik speel ook nog een game nummer 2 erachteraan. Dus hier zijn we dan weer in game nummer 2. Ik zit alweer in een playing game waar ik niet echt heel blij mee ben. Ah, deze fans die weten wel hoe ze moeten spelen hoor. En dat moet ik eerlijk toegeven, ze weten het wel. Oh, dat red ik ook nog maar net. Ik wil die 2 mannetjes hier. Dat is 1. En hier. Ah. Dat is nou wel jammer dat hij. Dat ik hem nou weer niet gekild krijg, die tweede. Ik ga naar Kuda switchen. Is te lastig met de ferro. Oh,
Zo, de knijtas. Je hebt er ook zin in, blijkbaar. Abonneer, by the way, ook op Guus Dinks. Link staat in de beschrijving, of de naam, ik weet niet precies. Ik zal proberen voor mijn linkje erin te zetten, is natuurlijk altijd makkelijker. En abonneer natuurlijk ook op mijn kanaal alsjeblieft, het zou natuurlijk super tof zijn. En wat ook super vet zou zijn, als jullie de RI5, hoe heet dat? Clantic aanzetten in Call of Duty. Zo schrijf je dat, hier staat het voor mijn naam, voor Triple Kill 25, RI5, RI met hoofdletter. Maar gewoon een 5 erachteraan. En ik moet nou gaan concentreren, want anders verlies ik de potje dadelijk nog. Ik moet niet dood. Ik moet niet zoveel kletsen. Doe ik ook weer veel te veel. Oh, iemand heeft al 13 kills. Hij heeft dus voorsprong. Oh, hier komt er iemand. Ik wist het. Ik zei het. Ik kon hem al jumpen. Ik heb ook awareness aanstaan, zoals ik daarnet al zei, dus dan weet ik precies waar iemand loopt. En ik heb natuurlijk een headset, waarmee het ook wat een stukje makkelijker maakt. Dat is trouwens een tip voor de mensen die goed Call of Duty willen spelen. Koop een headset en zet awareness aan. En ga hardcore spelen. Daardoor train je heel goed in Call of Duty. Zo heb ik het eerst ook geleerd. Gewoon door geluid. Zonder geluid zou ik denk ik niet beter zijn geworden. Of zo goed. Dus mocht je op een tv spelen, ik zou het je aanraden voor om op of voor met een headset te spelen. Dat is vele malen makkelijker. En het is ook vele malen leuker, want je kan natuurlijk met mensen chatten. Zoals in een party of zo, of weet ik veel wat. Zo, daar kwam ik net allemaal goed van pas. Al 3 killetjes. Oh, 4 bedoel ik. Ik zei het ongeluk verkeerd. Ah! Wacht, ik ga mijn lightning plaatsen. Zo. Lightning, doe je best. Hop, hop, hop. Geen 1 kill! Nah, dat vind ik nou. Dat is jammer. Oh! Nah. Jezus, wauw. Ik was aan het reloaden en ineens zie ik die vent. Dat komt door awareness daar, ik wist dat hij daar kwam. En ineens dacht ik van ja, ik ben dood. Iemand zit daar flink hard te campen. 360. Nee. Oké, ik ga nog 1 keer 360 proberen. Als dat niet lukt, dan weet ik het ook niet meer. Maak gewoon een normale kill. Nou, hè? Nou, dit is dus de serie. Of nou ja, het is niet de serie. Ik... maak volgende week, even denken, woensdag weer een nieuwe free for all. En dan zeg ik bij deze, abonneer voor meer, like als je het leuk hebt gevonden. En tot de volgende keer, maar weer mensen, bye bye.